Donar heeft voor de vierde maal de beker veroverd. In Zwolle werd SPM Shooters Den Bosch met 78-70 verslagen. Na een gelijk opgaande wedstrijd, ruststand 37-37, sloeg Donar toe in het vierde kwart. Topscorer bij de Groningers was Lance Jeter met 21 punten. Bikwik 1887 won in de zondag hoofdklasse C met 3-2 van FVC. In Leeuwarden was Daan Driever de man van de wedstrijd. De aanvaller scoorde alle drie de treffers voor de Groningers. Bikwik 1887 blijft achtste in de zondag hoofdklasse C. In de zaterdag eerste klasse E won zowel Oranje Nassau als PKC 83 hun wedstrijd. Oranje Nassau won met maar liefst 6-0 van de nummer 3 Olde Veste 54 uit Steenwijk. PKC 84 won met 2-0 van Broekster Boys. ON staat op de zevende plek, PKC staat vierde. Nieuw Nexus Lycurgus verloor in de degradatiepool met 3-1 van VC Zwolle. De wedstrijd had weinig belang. Vorige week was Lycurgus al zeker van handhaving in de eredivisie. Volgende week speelt Lycurgus het laatste duel van het seizoen, thuis tegen Weert.